van Lyme is in Nederland een groeiend probleem. Het heeft te maken met het feit dat door de opwarming van de aarde, onder andere, de Lyme-bacterie, de Borrelia, steeds meer kan overleven. De teken overleven in de winter, dus je ziet steeds meer teken die 's winters overleven. We zien dat er ook steeds meer Borrelia's in de teken zitten. En we zien dat er ook meerdere vormen van besmetting mogelijk zijn. In de scholing die wij geven, er komt ook het aspect diagnostiek naar voren. Wat voor symptomen hebben Lyme? Wat voor vormen van Lyme hebben we? Hoe zijn de diverse vormen van Borrelia's? Dat is de verwekking van Lyme. En al die aspecten maken dat het ook beter is en makkelijker is om mensen te vinden die dus die Lyme hebben. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de diagnostiek. Denk aan bloedtesten, urinetesten en ontlastingstesten om ook vast te stellen welke infecties heeft iemand. Ziekte van Lyme komen er vaak ook andere infecties voor die ook in de teken aanwezig zijn. Denk aan Bartonella, Babesia en Mycoplasma. En ook die infecties wil je graag behandelen bij je patiënten. Dus eigenlijk moet je als arts, als therapeut steeds meer op de hoogte zijn van de co-infecties. En het feit dat die Borrelia zich kan verbergen in je lichaam. Die Borrelia is een soort spirogeet, een regenworm. Die kan zich verstoppen op bepaalde plekken in je lichaam. Dat kan ook weer klachten geven na jaren. Dus je moet weten hoe de biologie van de bacterie is. Je moet weten welke co-infecties er zijn. En dan pas kan je een goede diagnostiek doen. En op basis van de diagnostiek maak je ook een goed plan van aanpak. Dit is een cursus die eigenlijk bedoeld is om meer begrip en meer uitleg te geven over Lyme. Maar vooral denk ik dat je als therapeut en arts veel ervaring moet doen. Dat betekent dat je constant moet scholen. Ik ben lid van ILETS, dat is een artsenvereniging die ook dat doet. Maar als therapeut kan je ook heel goed zelf scholen. Deze cursus is ook bedoeld om juist therapeuten meer handvaten te geven, zodat ze in de praktijk van alle dag aanstaande maandag weer met dingen kunnen gaan doen, qua diagnostiek en qua therapie, die ze meer handvaten geeft om mensen met Lyme ook te gaan behandelen.